vind dat jongeren ook iets te zeggen hebben in de politiek en ook hun mening kunnen geven. Het politieke debat wordt vooral beheerst door volwassen oude mensen en ik vind dat jongeren eigenlijk de toekomst zijn. Politici bestaat er al en ik vind dat jongeren daar ook wel iets aan mogen zeggen. En het is wel een goede kans om je mening te laten horen, los van partijgrenzen. In het Muntpunt in Brussel ging het officiële startersweekend van de schoonmoeder aller verkiezingen van start. Maar wat is dat nu, die schoonmoeder? De schoonmoeder aller verkiezingen is een project van de Ambrassade. En die geven eigenlijk 100 jongeren de kans om hun eigen campagne op te starten. En zo iets wat hen aanbelangt op de politieke agenda te krijgen. Hebben jongeren wel invloed op en in de politiek? Ik denk dat die invloed zeker niet te onderschatten is. Er zijn heel veel jongeren die via sociale media actief zijn, die daarom niet per se partijgebonden spreken, maar die wel degelijk zeggen wat zij vinden en waar dat op slaat. En die mening die wordt soms een beetje in belachelijk getrokken of soms uitvergroot, maar ik denk dat de impact van de politieke engagement en politieke mening van jongeren wel degelijk groot is en zelfs nog groter kan worden. Maar waarom nu juist jongeren en politiek? Omdat denk ik er een fout idee is rond dat jongeren zich niet zouden geïnteresseerd zijn in politiek, dat ze er niet mee zouden bezig zijn. En om dat eigenlijk te ontkrachten ook van veel jongeren zijn er juist wel mee bezig, misschien niet op eenzelfde manier of misschien alleen maar die dingen die in hun leefwereld passen, maar dat is genoeg. Politiek is niet alleen wat er vandaag gebeurt, maar de beslissingen die vandaag genomen worden, die zijn voor morgen en voor overmorgen en voor alle jaren daarna. Dus de beslissingen hebben een impact op ons leven en op het leven van de mensen die na ons komen. Tijdens het startersweekend daagde de Ambrassade jongeren uit, gaf ze inspiratie en coachte de jongeren tot die een aantal maatschappelijke thema's hadden waarvoor ze zich willen inzetten.